Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 29 november. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is echt super, super fris. Ik ga heel even checken hoeveel graden het is. Het is 3 graden en momenteel is het aan het motregenen, zegt hij. Al lijkt het op sneeuw. Ik heb gisteren ook de eerste sneeuw gehad. En ja, ik heb daar nog een foto van gemaakt. Die zal ik zo even laten zien. Ik zal hem even opzoeken. Even kijken. De telefoon zit zo vol. Die moet echt geleegd worden. Waar heb ik hem wel? Ja, wat een drama, jongens. Echt. Waar is hij nou gebleven? Ja, ik heb hem hier. Kijk, ik had een heel klein laagje sneeuw. En dit is het. Maar als ik nu naar buiten kijk, dan denk ik eerder dat het sneeuw is als regen. Maar ik durf het ook niet te zeggen. Nee, ja, het is wel sneeuw. Kijk, er komt een heel klein laagje sneeuw daar op die kliko's. Het is toch weer sneeuw, maar het is wel natte sneeuw, dus het zal niet blijven liggen. Maar het is hier nu ook zo donker dat ik gewoon een lamp aan moet doen, omdat het ineens heel erg donker kleurde. Ik heb gisteravond gekeken naar Ewout, Politie Rotterdam. Dat was best wel heftig. Er zat nu een waarschuwing in dat er heftige beelden bij kwamen kijken. En op het moment dat die beelden kwamen, ging het inderdaad weer over dierenleed. Ging over een brand en daar waren dus een aantal dieren bij omgekomen, wat heel heftig was. Dat vond ik echt wel, ja, verschrikkelijk. En gelukkig werden die dieren dan wel geblurred, maar ja, omdat er dan wel bijgezegd wordt wat, om wat voor dieren het ging, ja, wist je het toch wel. Dat vond ik wel echt heel akelig. Daarna was er ook nog op het einde iemand die overleed, dat was ook heel akelig. Dus ik vond het best wel een hele heftige aflevering zo. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de vlog afgemaakt. Dat is allemaal goed gegaan. Hij is ook al geëdit en hij heeft opgeslagen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat het allemaal weer gelukt is. Dat het nu op zich weer een beetje op rolletjes loopt, lijkt het. Ik heb mijn foto's bewerkt. En toen ben ik de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken. En toen werd alles ook wel duidelijk. Dus ja, dat betekent wel weer dat ik er doorheen ben. En daarna heb ik nog eventjes die serie op Videoland gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Dus dat was wel fijn. Ik heb een pakket binnengekregen. Die ga ik jullie even laten zien. En ik wil eigenlijk eventjes mijn lamp opbouwen voor het filmen. Ik hoef nu niet te filmen, maar vrijdag komt er weer een extra video online. En nu met de donkere dagen heb ik mijn lamp gewoon nodig. En dan moet ik even kijken op welke plek ik die het beste neer kan zetten. Maar dan blijft die gewoon even opgebouwd staan. Dus ik ga jullie gewoon nog wel even meenemen. Maar ik ga jullie eerst even mijn pakket laten zien die ik heb binnengekregen. Want daar ben ik wel heel blij mee. Ik heb een pakket binnen van Pluto Sports. Ik heb namelijk iets gekocht wat ik al best wel lang wilde hebben. Zeg een paar jaar. Dat ik er al over nadenk en elke keer dacht ik, ach, het komt wel, ik doe het niet en het komt wel een keertje. Het gaat namelijk om sloffen. Ik draag altijd sloffen, ook vooral in deze tijd en ik koop eigenlijk altijd hele goedkope sloffen, maar daar doe ik letterlijk een jaartje mee. Ik heb deze nu een jaartje aan en je ziet dat deze niet zo heel veel steun hebben en dat is niet zo heel goed voor mijn voeten. Dus ik heb nu sloffen gekocht die gewoon duurder zijn, waarvan ik ook zeker weet dat ik hier een aantal jaar mee ga kunnen doen. Ik heb ook het vermoeden dat hier misschien commentaar op gaat komen, maar het is een keuze die ik zelf maak. En ik heb ervaring met dit merk en ik heb er ook gewoon jaren plezier van. Het zijn namelijk UGG pantoffels. Ik draag al jaren, UGG's. En ik heb volgens mij mijn eerste UGG-paar al een jaartje of 10 en ze zijn nog steeds goed. Dus ik dacht, nou, dan wil ik er heel graag sloffen van hebben, omdat ik die gewoon, ik leef in mijn UGG's. En ze waren nu een stuk goedkoper als normaal. Want ik heb namelijk
deze pot. Kijk, dit zijn ze. Ik zal even dit eruit halen. Dit zijn de sloffen. Ze zijn heel lekker warm en fluffy. Je kunt er gewoon instappen. Er zit een goede zool onder, waardoor je er ook eventueel mee naar buiten kunt gaan. Ik weet alleen even niet onder welk type... Dit is de disket. Je hebt ze in het bruin en in het zwart. Nou, ik wil ze altijd graag in het zwart hebben. Was alleen een dingetje mee. Op de website stond aangegeven dat ze normaal vielen. Er stonden ook afmetingen bij. Dus ik had mijn voet opgemeten. En toen dacht ik bij mijn eigen maat van nou, kan wel kloppen. Mijn eigen maat was inmiddels echter wel uitverkocht. Alleen toen zag ik reviews en heel veel mensen zeiden, oh ze vallen zo klein. Ik heb achteraf een maat groter besteld. Toen had ik een video gekeken op YouTube en er zaten, zag ik dus ook wat reacties onder staan van mensen die zeiden, ja ik had echt een maat groter. Dus ik heb uiteindelijk een maatje groter besteld, want het zijn hele smalle pantoffeltjes. En ik moet zeggen, die zit echt heel goed. Ik heb ze al wel eventjes gepast, maar de maat groter zit dus goed. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan, want het is echt een heel smal pantoffeltje. Ik zal ze even aantrekken, dan kun je het ook zien. Kijk, want ik zit nu net niet met mijn teen vooraan en je moet er natuurlijk wel van uitgaan dat het nog wat platter gaat worden. Maar eigenlijk zit deze perfect. Ik was in mijn eigen maat niet eens gekomen. Dus als jij bijvoorbeeld misschien ook van plan bent om UGG-pantoffels te bestellen, bestel een maat groter. Ik ga eventjes staan voor jullie. Dan ga ik even naar beneden filmen. En zo zien ze er dan uit als je ze aan hebt. Let niet op die broek, want die broek is een beetje aan het klieren. Maar ze zitten eigenlijk perfect. Kijk ook aan de achterkant. Ik heb niet heel veel ruimte over. Maar dat zou betekenen als ik heel veel ruimte over heb dat ik er uit zou glippen. Dus eigenlijk zitten ze goed. Ik heb hier iets meer ruimte over omdat mijn rechter teen iets groter is. Maar eigenlijk zit 41 perfect. Je hebt hier wel wat meer ruimte over. Maar ik merk gewoon 40. Omdat ik nu al bij deze heb ik net genoeg ruimte over. Bij 40 dan was ik gewoon echt uitgegaan. Dus alsjeblieft, mocht je deze pantoffels willen bestellen, koop ze een maatje groter. Ja, ik heb ze dus bij de Pluto Sport besteld omdat ze daar nu een stuk goedkoper waren. Omdat de prijs lager was, wat me wel een beetje tegenviel, waren de verzendkosten. Maar in ieder geval, dat zijn mijn nieuwe pantoffels waar ik heel erg blij mee ben en waar ik heel veel plezier ga uithalen. Dat weet ik nu al. Inmiddels ben ik klaar. Het huis is weer schoon. Ik had alleen een beetje moeite met het opzetten van de lamp. Ik had het al een tijdje niet meer gedaan. En ja, dat ging niet zo heel soepel. Maar uiteindelijk staat hij. Dus ik heb hem nu gewoon in de slaapkamer toch maar in de hoek gezet. En dan kan ik hem gewoon met video's opnemen pakken. Dan hoef ik hem niet steeds eerst in elkaar te zetten. Want dat vind ik gewoon niet zo heel handig. Dus nou ja, prima. Ik heb de flessen bij elkaar geraapt. De blikjes bij elkaar geraapt. Dat kan ik morgen dan inleveren. En ik heb eventjes nog een verhaaltje geschreven voor mijn bullet journal. Dus op zich wel een prima middagje zo. Dus de katjes zijn nu de laatste brokjes aan het opeten. En dan zijn die ook weer klaar. Dus ja, dat is allemaal wel weer rond. Het is inmiddels gestopt met regenen of sneeuw, wat het ook was. Ik verwacht wel misschien vanavond nog wat. Ik zal even kijken.
wat hij aangeeft. Ja, hij geeft nu aan dat het natte sneeuw is, maar nu is het hier droog. Oh nee, nu geeft hij niks meer aan. Oh, het is allemaal ook weer gewijzigd. Nou, prima. Wow, wat zie ik? Het wordt vrijdag overdag al min 1. Oei, dat wordt wel koud. Nou ja, goed. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik weer Goede Tijden kijken. Nu heb je weer het perfecte plaatje, dus dat ga ik even kijken. Dan ga ik nog even een spelletje doen. En dan ga ik de vlog inplannen. Nog even een thumbnail maken en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik heb eigenlijk nog niet echt een idee wat. Ik had wel wat dingen gezien die me interessant leken. Maar ik moet dan even kijken naar mijn matchscore. Dan ga ik nog even verder met de serie op Videoland. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dan denk ik dat ik wel weer snel slaap. Ik heb nog geen idee hoe laat ik morgen boodschappen moet doen. Dus dat moet ik nog horen. Maar dat zal ik morgen wel gewoon horen. Maar in ieder geval, het meeste staat gewoon allemaal klaar. Dus ik kan morgen zo de deur uit. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 30 november. Ik ben klaargemaakt. Het is echt extreem koud. Het is buiten 2 graden. Als je naar buiten kijkt, het is hier heel erg heilig of mistig. Je ziet niet zo heel veel. Er ligt echt zo'n soort van witte laag, zeg maar, buiten omheen. En ik moet natuurlijk boodschappen doen. En ik ga me even heel dik inpakken. Ik ga zo even mijn handschoenen pakken, want ik ga niet zonder mijn handschoenen de deur uit. Vind ik het te koud voor. Ik heb nog geen idee hoe laat ik moet, want ik heb nog niks gehoord. Dus ik hoop wel dat ik zometeen even wat hoor. Ja, het liefst zou ik dan nog even wat gaan doen, maar omdat ik dan niet weet hoe laat ze komt. Het kan ook zo zijn dat ze appt, ja, ik ben er met 10 minuten. En stel dat je dan bijvoorbeeld je strijk staat te doen, ja, dan heb je een probleem. Dus dat is niet zo heel fijn. Dus ik denk dat ik wel gewoon even alvast een strijk was naar beneden haal, dat ik die wel morgen kan doen. Ja, dan moet ik het verder maar eventjes afwachten. Gisteravond heb ik naar Het Perfecte Plaatje gekeken. Dat vond ik best wel emotioneel. Ze hadden namelijk een opdracht dat ze... er was dan vroeger een foto gemaakt van mensen. En die mensen die hadden inmiddels de dementie. En dan wilden ze eigenlijk weer deze mensen op de foto vastleggen. Maar zo aandoenlijk dat ja, mensen dan... Sommigen die waren al zo ver heen dat ze ook echt niet meer wisten wat er verteld werd. En de anderen waren dan nog wel iets meer bij. Er was zelfs een mevrouw bij die wilde ook niet meer gereanimeerd worden. Ja, dat was best wel heftig. Dus ja, dat vond ik best wel emotioneel. En het einde ook nog wel een beetje, want dan moesten ze met familieleden foto's maken. Maar goed, dat was verder wel heel mooi. Is nou volgende week de finale? Ja, volgende week de finale. Maar het kan zijn dat ze die ook nog weer in 2 keer doen. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. En toen heb ik de thumbnail gemaakt. Toen ben ik met een nieuwe serie begonnen. Ik zal wederom de naam wel weer even in beeld neerzetten. Want het zijn altijd namen die ik eigenlijk bijna niet uit kan spreken. Want dit is weer een Zweedse serie. Dus, maar wel, ik zat er wel meteen lekker in. Daarna nog even de video lanceren. Daar heb ik toch nog 1 aflevering van. Dus ik wil hem nu toch nog wel even uitkijken. En toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik mijn boek gelezen. Moet ik ook wel moeilijk wegleggen, maar op een gegeven moment dacht ik, oké, ik ga nu ook gewoon lekker slapen, want ik was best wel moe en ik had het koud. En nou ja, goed dat. Ik ga even wat dingen doen. Er is als het goed is nog een pakketje, die komt er nog aan. Dus als ik die binnen heb, zal ik die nog even laten zien. En ik neem die nog wel even mee naar de winkel straks. Ik heb een pakketje binnen, het is van de HEMA. Weet je wat mij opvalt? Er zit altijd zo'n... ja, een sticker op, zo'n beveiligingssticker op, waardoor normaal gesproken het alarm afgaat. Ik had even weer wat nieuwe pyjama's met lange mouwen nodig. Ik heb er niet zo heel erg veel. Sorry, mijn bril zit niet helemaal lekker. Ze gaan bij mij best wel hard, want ik kan ze eigenlijk 1 dagje dragen, 1 avondje, en dan moet ik ze in de was doen. En nu zag ik dat ze bij de HEMA 30% korting was. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik haal ze overal. En nergens vandaan. Nu heb ik er weer bij de HEMA gekocht. Maar ik haal ze ook bij een Zeeman weg of bij een Vibra. Action heb ik ze ook wel eens weggehaald. Maar die hebben ze momenteel volgens mij niet echt meer. Dus ik ga de doos even openen. Want ik heb nu wel echt hele leuke gescoord. Althans vind ik zelf. Nou, heb ik dat goed gedaan. Oh ja, dat moet je scheuren. Nou, lekker doosje ook.
En ik heb erover naast te denken, zou ik het in de winkel doen. Maar ik dacht, het gaat waarschijnlijk weer heel erg hard. En ik heb best wel een kleine HEMA, die hebben niet altijd alles. En het was nu dus 30% korting. Ik denk, ja, als ik het nu niet doe en ik kreeg nu toch gratis thuisbezorging, dan denk ik van, ja, weet je, dan is het een beetje dom om te wachten. Ik heb dus nu deze van Takkie met lange mouwen. En ik heb ook al een Takkie met korte mouwen. Maar ik merk wel dat dit een heel ander stofje is als die met korte mouwen. Ze kosten normaal gesproken 20 euro, maar er gaat dus nu 30% korting van af. Dus ik geloof 6,75 euro, zoiets. 6 euro, iets in die richting. Ik heb hem in maatje S. Ik vind hem zo leuk met al die takjes erop. Ja, ik hou heel erg van Takkie. Ik vind het heerlijk. Dus dat is deze. Ziet er echt super lekker uit. Ik kan hier wachten om aan te trekken. Maar ik heb ook deze. En die is van Sipi. En die van Sipi die kost normaal 22,50 en daar ging dan 6,75 vanaf. Eigenlijk is Sipi al een beetje voor de kerst. Maar dat maakt me niet uit, want ik draag hem ook als het niet kerst is. Kun je zien, hè, zo'n kerstmutsje op en die heeft allemaal lampjes om zich heen. Deze vond ik ook zo super leuk. Ik vind het zo super leuk dat ze tegenwoordig ook meer spullen van Sipi krijgen. Ik ben natuurlijk een kattenliefhebber. En ik vind die reclame zo leuk. Die van de HEMA met Sinterklaas, met al die knuffelsiepies die dan weg gaan lopen en die hele boot omkeren. Ik vind hem zo leuk, maar ik vond deze ook zo leuk. Dus ik dacht, nou weet je, die koop ik ook gewoon. Weet je, wat maakt het uit, dan heb ik er weer twee bij. En volgens mijn moeder zijn ze van HEMA ook echt met super goede kwaliteit. Dus ja, ik ben er in ieder geval heel blij mee. En ik dacht ook wel leuk, weet je, heb ik ook eentje van Sipi met korte mouwen. Die heb ik toen van mijn moeder gekregen. En nu heb ik ook eentje van Sipi met lange mouwen. Het zijn hele lekkere stofjes. Dus ik ga ze lekker wassen en dan kan ik die weer lekker aan. Dus dat had ik even bij de HEMA besteld. Ja, ik kan nu wel zeggen, ja, het is nu nog maar 30% korting. Maar ja, als jullie deze vlog zien, is die actie denk ik alweer voorbij. Dus ik hoop maar dat als je zelf nog iets van nachtkleding, en dat hoeft niet alleen, is niet alleen op deze van Sipi en Takkie hoor. Het was volgens mij ook op andere. Mijn moeder had ook een Big Shirt gehaald en die had ook 30% korting. Dus op alle pyjama's volgens mij. Dus ik hoop dat als je ook wat nodig hebt gehad bij de HEMA, je ook gebruik hebt kunnen maken van de korting dan. Terug van de boodschappen. Katjes zijn hier achter mij aan het eten. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gehaald. Het was zo, zo koud. Ik heb letterlijk mijn muts opgedaan. En mijn wanten aan. En mijn handschoenen. En toen ging het op zich wel. Maar het was echt heel koud. Ik heb allereerst een item wat niet voor mij is. Deze heb ik meegenomen voor Nathalie. Die wil ze heel graag hebben. Zo'n giraffenlamp. Zij had die lamp blijkbaar vorige week al in het krantje zien staan. Bij de trekpleister. En zij zegt... mijn moeder was al voor de geweest, ze was zelf geweest, overal uitverkocht. En ik liep in de trekpleister en ik zie die lamp. Ik dacht, hey, zocht zij die lamp niet? Ik had haar geprobeerd te bellen, ze nam niet op. Dus zei ze later op. Ik zeg, ja, welke lamp zoek jij? Ze zegt, ja, giraf. Ik zeg, nou, hier staan ze nog. Ze had een foto gestuurd, die wilde ze graag hebben. Dus die heb ik meegenomen. En voor mezelf heb ik deze gehaald. Ze heeft nu leuke hangertjes voor bij het raam met de kerst. Dus die vond ik zelf heel leuk. Dus die heb ik een sterrengordijn van LED meegenomen. Dan heb ik speklappen, want die waren in de aanbieding. Kattenvoer weer. Ben je al klaar met eten? Zo, dat doe jij snel. Spekreepjes. Weer kattenvoer. Ik had even vochtig toiletpapier gehaald, maar ik vind het heel jammer. Bij Plus hadden ze altijd nog zo'n klepje erop en die hebben ze dus niet meer. Dat vind ik echt heel vervelend, want ik vind dat altijd de fijnste verpakkingen. Maar dat zal wel niet meer mogen in verband met extra plastic. Dan heb ik nog wat cola.
Dan heb ik toetjes meegenomen. Ik heb de snijbonen, die doe ik weer even door de helft. Die waren in de aanbieding. Aardappelschijfjes. Zal ik even de andere tas pakken. Boontjes. Ik heb keukenrol. Toch nog even zwarmen meegenomen. Mijn moeder had ook zwarmen voor mij gekocht. Die ben ik dus vergeten. Dus ik heb hem nu maar even overgenomen. Dan heb ik chocomel. Nou, voor Sinterklaas even een lettertje. Ze hadden ook geen A, maar het was zo schattig. Er waren zoveel mensen die om hulp vroegen. Ik ging ook naar de lettertjes toe. Dus zei zo'n mevrouw, ja, ik zoek eigenlijk een B. Wat ouder mevrouw. En ik zoek een B, maar ik zie hem niet. Zie jij hem? Dus ik ging even al die letters voor haar aan de kant halen. Ik zeg, nee, ik zie ook geen B. Ja, maar wel een D. Dus toen nam ze een D mee. En ja, want ze wilde eigenlijk heel graag een B. Ja, wat kostte de kleine Sinterklaasje? Ik zeg, 99 cent. Ja, zegt ze, nou dan maar een D. Ik zeg, ach, het gaat om het idee toch? Ja, zegt ze, dat is ook zo. Dus dat was wel grappig. En ik heb nog de airfryer supercrunch meegenomen. Die waren ook in de aanbieding. Bij Lidl heb ik nog dit superleuke plantje van een koetje gekocht. Dus die vond ik ook wel superleuk. En ik heb nog boter. Dus dat waren de boodschappen. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen en lekker eten. Vanavond kijk ik wel waar is mijn erfenis. Maar je hebt ook Ajax. Dat wil ik natuurlijk ook zien. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik de foto's bewerken. Even kijken wat ik verder nog kan doen. Verder met de Netflix-serie. En na de laatste aflevering van die Videoland-serie. Dan ga ik ook lekker naar bed om mijn boek verder te lezen. Ik ga nu in ieder geval eventjes opwarmen, wat drinken, opruimen. En dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 1 december. Het is toch te bizar voor woorden. Het is december, jongens. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen met de kerstcollectie van Catrice's. Die heb ik ook mooi weer klaar, dus dat is altijd wel weer fijn. Even kijken wel of de thumbnail goed is gegaan, maar ik heb er wel vertrouwen in. Nou, ik heb gisteravond gekeken naar Waar is mijn erfenis. Was wel een hele heftige hoor. Zo, wat een gezeur kan een familie hebben. Heel ongezellig. Ik heb Ajax gekeken ook. Hele goede wedstrijd. Ajax wist echt steeds terug te komen. Ze hebben helaas uiteindelijk wel verloren, maar Ajax was echt niet slecht. Ik was echt wel, ja, ik vond echt wel dat ze het heel goed hebben gedaan. Dus dat is heel fijn. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb mijn... dus dat eigenlijk. Wat heb ik verder nog gedaan? Nou, niet zo heel erg veel, want ik zat lekker op de bank onder het kleedje, want het was koud. En toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken en had ik dus de laatste aflevering van die serie op Videoland. En toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Dus dat was verder eigenlijk allemaal wel prima. Ik heb nog een pakketje binnen, die ga ik jullie even laten zien. En dan ga ik eerst eens eventjes de strijkwas doen. Want dat moet ook even gebeuren, want ik heb weer aardig wat. Dus dat moet ook weer eventjes weg. Dan heb ik dat ook weer gedaan. Dus ik ga jullie in ieder geval gewoon weer even meenemen. Maar ik zal eerst even dat pakketje laten zien. Ik zit ondertussen even aan de opladen, want ik had vergeten op te laden. En ik moest dus een extra video opnemen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik zal even het pakketje erbij pakken. Pakketje van de Zalando. Ik had namelijk natuurlijk zo'n legging gekocht bij de... Lidl, maar die heb ik uiteindelijk teruggebracht, want die zat me veel te groot. Maar ik wilde wel heel graag zo'n legging hebben. En toen heb ik hem uiteindelijk, zag ik hem bij Bonprix, maar daar was mijn maat ook al uit. En toen zag ik hem bij Zalando. En dit was nog in de Black Friday actie. En toen kon ik hem nog met korting kopen, want hij was wel een stukje duurder. Maar ik heb hem nu binnen. Hij zou eigenlijk vandaag bezorgd worden, maar hij zit al in de brievenbus. Super fijn. Ik ben wel heel benieuwd. Het is gewoon een zwarte. Hij is van het merk Urban Classic. Ik ken dat verder niet. Zeg mij niks. Maar hij zat zo lekker warm in velvet. En dit is hem. Dit is gewoon weer zo'n velvet legging. Oh, hij zit zo lekker. Ik denk wel dat deze wel gaat passen. Want dit is dus een S. Als het goed is. Ja, zie je een S'je. Dus ik hoop dat deze past. Want dan ben ik echt helemaal blij. Dus ik ga nog wel even passen. Maar dit is gewoon dus eigenlijk zo'n legging die ik ook had gekocht bij de... Lidl, maar die ik uiteindelijk moest terugbrengen omdat hij te groot zat. En nu heb ik hem wel in mijn eigen maat. Wel ietsjes duurder, maar ik heb in ieder geval wel een lekkere warme legging. Want dat miste ik heel erg. Goed, ik ga even stofzuigen in de bakken scheppen. En dan gaan we de strijkwas maar eens even doen, want het is hoog tijd.
Bijna iets belangrijks vergeten. We moeten nog vakje 1 openmaken van de adventskalender. We moeten hem dit jaar wel weer gewoon openmaken. En ik vond het met die vakjes makkelijker. Maar hier zit dus vakje 1. En hier zit een heel leuk lipglossje in. Een swirl lipglossje. Dus die is wel super leuk. Dus die zit in vakje 1. Nou, de strijk is weg. Die is klaar. Maar ik ben gewoon even niet zo blij. Het ging even allemaal niet zo lekker van een leien dakje als ik dan gepland had. En dan begin ik op zich best wel positief aan alles. En dan zitten er even weer wat dingen tegen. En dan heb ik gelijk even zo'n momentje. Dat voelt me gewoon even niet zo fijn. En dat komt ook wel weer goed. Ik bedoel, dat is niet erg. Dat hoort er soms even bij. Net even terwijl de kat aan het eten waren, mijn nagellak eraf gehaald. Maar die moet ik wel even wegveilen, want je ziet hoeveel randjes er overblijven. Dat blauw is wel troep. Het was wel een leuk kleurtje, maar het chipte alleen heel snel. Maar verder, die strijk is in ieder geval weg, dus daar hoef ik nu niet meer naar om te kijken. Ik heb alvast wat kerstspullen uit het hok gesjouwd, maar er viel ook natuurlijk weer van alles om. En dat ging allemaal niet. En dan denk ik wel eens, waarom gaat het in mijn hoofd even mis? Maar het komt uiteindelijk wel weer goed. Maar voor nu heb ik dan gewoon even... Ja, dan voel ik me gewoon even niet zo lekker in mijn vel. En het is gewoon even zo'n moment, weet je. Dat gaat straks weer veel beter. Maar ja, dat heb ik soms gewoon eventjes. Ik ga zometeen eventjes lekker wat drinken en eventjes lekker relaxen. Dan straks maar weer eventjes lekker douchen en dan eten. Vanavond heb je gewoon weer de Masked Singer. Ik ben wel weer benieuwd. Je hebt vanavond nog 5 nieuwe karakters en dan komen de herhalende karakters al wel terug. Maar ik vind het wel anders als andere seizoenen en ik kijk er ook wel anders naar. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ik ga de video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. Er moeten nog even wat nieuwe foto's voor gemaakt worden, dus dat moet ik ook nog eventjes doen. Die moeten nog even bewerkt worden, dan kan ik die blogpost schrijven. Nou, dan ga ik wel weer lekker verder met die... ik heb hier een haar aan mijn camera. Nee, dat is niet fijn. Oh, die moet ik zo even proberen weg te halen. Die Netflix-serie ga ik dus verder mee. En daarna weer even verder op Videoland met de serie. En dan ga ik naar bed. Misschien dat ik mijn boek uitkrijg, want die is wel weer bijna uit. En dan ga ik denk ik wel echt aan de kerstboeken beginnen. Ik ben nu toch niet meer zo heel gezellig. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niets meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 2 december. Ik ben klaargemaakt. Het is echt onwijs koud. Volgens mij vriest het weer buiten. Ik ga even kijken hoor. Tenminste, ik heb zo'n gevoel. Nou, het is 1 graad. Oké. Vandaag is het tijd om het huis in de kerstsfeer te brengen. Ik ga zo de kerstspullen naar beneden halen en dan ga ik de kerstboom optuigen. Normaal gesproken wil ik het ook nog eens over Sinterklaas heen hevelen. Maar ja, ik heb nu zoiets, weet je, dan zitten we weer een week later. Ik weet ook weer niet, of ik het dan net weer laat zat, zeg maar. Dus ik dacht, ik ga het gewoon vandaag doen.
Ik heb gisteravond naar de Mask Singer gekeken. Ik had het wederom weer niet goed wie erin zaten. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Het concept trekt me ook iets minder. Ik vond het toch de andere seizoenen leuker. Er zijn toch wat dingen veranderd. Ze zitten nu met z'n vijven wat me niet zo aantrekt. Ik weet het niet. Het is iets minder mijn ding als voorheen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ben gewoon heel slecht. Vorig seizoen had ik nog wel eens wat goed, maar nu helemaal niks. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik verder gegaan met mijn serie op Netflix, die echt super spannend is. En toen heb ik nog eventjes naar Videoland gekeken. En dan had ik ook al de laatste aflevering van die serie. Dus even kijken wat ik vanavond weer ga opzoeken. Dus dat was eigenlijk de avond. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Ik heb hem echt bijna uit. Ik dacht eerst zal ik het nog redden, maar het was nog zo'n groot hoos. Ik denk nee, ga ik ook niet doen. Want ik dacht laat ik maar gaan slapen. Maar ja, goed. Ik ga jullie vandaag meenemen met het opzetten van de kerstspullen. Dus ik ga even stofzuigen en even de bakken scheppen. Dan ga ik eventjes de spullen naar beneden halen, zodat we de kerstboom op kunnen zetten. Dus tijd om aan de gang te gaan. Deze hadden jullie nog niet gezien, maar dit zijn frietjes. En omdat ik heel erg van frietjes hou, horen die natuurlijk in mijn kerstboom. Dus dat vind ik echt een superleuk ornament. Dus daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Die heb ik niet zo lang geleden gekocht en ik vind hem echt super tof. Oké, even een rondje kerstversiering. Dit is de boom. Ik heb alleen de lampjes nog niet aan, dus misschien dat het dan beter zichtbaar is. Maar zo ziet de kerstboom er dus uit. Ik ben er wel weer heel blij mee. Ik had een beetje struikel met de lampjes. Ik dacht dat die van de Action kapot waren.
Uiteindelijk deden ze het gelukkig wel. Dus dit is de kerstboom. En dan heb ik hier weer gewoon mijn ster hangen en mijn trappetje staan. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ik heb hier wat neergezet. Die gaat nog naar de slaapkamer. Dan heb ik hier weer mijn cadeautje neergezet. Die ga jullie helemaal niet zien. Misschien nu. Had ik vorig jaar ook wat moeite mee. Dus die staat daar. En ik heb hier nog het een en het ander neergezet. Ik zit alleen nog een beetje te strukken met mijn stofzuiger waar ik die heen moet doen. Want dat is een beetje lastig. Maar goed, dit heb ik in ieder geval allemaal klaar. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat het allemaal gelukt is. En ja, ik vind het leuk geworden. Tijd voor vakje 2. En vakje 2. Ik ga even kijken waar die zit. Zoeken. Ze zitten niet op volgorde nu. Ik kan mij niet geloven dat die 24 vakjes in zitten, maar het is wel echt zo. 3, 12, 7, 13, 11, 18, 10, 8. Hier. Hier zo is die. Ik zal hem hier even iets naar beneden zetten. Hier zit hij. Ik heb hem gevonden. Oh, dit haat ik dus, want dit papier is echt knijtertje scherp, kan ik je vertellen. Oh jee. Ah, hebbes. En hier zit een klein oogschaduwtje in. Superleuk. 203 Let's Party. Dat is heel schattig. Gewoon een mini oogschaduwtje. Ja, het is heel leuk, want het heeft ook allemaal wel een beetje kerstverpakkingen. Superleuk weer. Zo, ik zal tussen het versieren door even aan een bakje pepernoten. Ja, ik zit even te denken wat ik vorig jaar met mijn stofzuiger heb gedaan, waar ik die heb neergezet. Ik weet het gewoon echt oprecht niet meer. Maar ik ben in ieder geval wel blij met alles wat ik heb kunnen doen. De kerstknuffels komen er nog bij, de hamsters. Maar die heb ik nu nog niet neergezet, want dat wordt me een beetje te gortig. Want Sinterklaas en Piet staan er nog. En als ik nou ook al die kersthamsters ga neerzetten, dan denk ik van... nee. In mijn hoofd is het ook eigenlijk wel een beetje een soort van kortsluiting hoor, nu dat ik... de kerstboom al heb neergezet. Maar goed, weet je, ik zag het overal al en ik vond het ook wel weer gezellig. Ik dacht, ja, ik wil het eigenlijk ook wel. En dat ging me eigenlijk toch nog best wel snel. En ik heb hem nu niet direct op zijn plek gezet. Ik ben eigenlijk een beetje in het midden begonnen, zodat ik overal kon versieren. En toen heb ik hem op zijn plek gezet. Dat was ook niet super handig, moet ik zeggen. Want af en toe dacht ik van, oeh, gaat dit goed met schuiven? Is goed gegaan. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Dus nou, het is weer in ieder geval wel weer gezellig. En ja, ik vind dat dan straks ook wel weer gezellig als ik dan video's aan het opnemen ben. Dat je die kerstboom zo op de achtergrond. Maar wel baalde ik gewoon even dat ik al dacht dat die kapot waren, die lampjes. Maar goed, gelukkig kreeg ik ze aan de praat. Ik ga nu eventjes lekker relaxen. En dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je niet zo heel erg veel. Dus ik ga een Hudson en Rex terugkijken. Dat doe ik normaal op zondag. Maar nou heb je morgenavond ook weer nieuwe afleveringen van het Roerom. Dat vind ik altijd wel leuk om naar te kijken. En ik denk daarna nog even wat terugkijken. Ik wil sowieso nog even Disney Dreamlight Valley doen om verder te komen. Nou, dan ga ik denk ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik moet eigenlijk ook de video voor maandag doen. Maar ik ga gewoon even kijken hoe ver ik kom. Als de vlog snel voordat dat ik dan bijvoorbeeld eventjes alvast een thumbnail of zo kan maken. Dan ga ik daarna... Oh, zie. Nou heb ik wat lopen eten en drinken. Dan zie je dat die lipstick heel erg vervaagt. Die van Catrice. Ga ik verder met mijn Netflix-serie. Gruwel! Kijk, ik heb dus nu gewoon een wondje. Die ga ik zo even afplakken hoor. Van die adventkalender. Serieus. Echt, de volgende keer hoop ik weer dat ze met vakjes werken. Die doet echt gruwelijk zeer. Nou ja, goed. Die ga ik maar even afplakken, anders smeer ik alles onder het bloed. Maar goed, Netflix-serie kijken. Nog even kijken of ik iets kan vinden op Videoland. En dan ga ik daarna lekker naar bed om een boek te lezen. Ik denk dus dat ik die ga uitlezen. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Want ik heb een beetje last van mijn rug. Want ik heb best wel veel gedaan. Dus ik zou bij deze dan gewoon zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is inmiddels 3 december. Ik zit op de bank. Ik heb net de stream van Ajax aangezet. Dat was een heel gedoe. Want de site die ik altijd gebruik, die deed het ineens niet. Dus... nu heb ik wel een stream, maar dat is met Engelse ondertiteling. Of een Engelse taal. Dus dat is niet zo heel lekker. Maar goed, ik kan in ieder geval kijken. Maar het is natuurlijk minder leuk zo met zo'n Engelse commentator. Ik moet zo alleen nog even mijn shirt aandoen. Ik heb gisteravond gekeken naar Hudson en Rex. Dat was echt een hele spannende aflevering. Daar heb ik ook wel echt van genoten. Ik zat er echt goed in.
Daarna heb ik nog eventjes Steenrijkstraat Arm gekeken en ben ik eventjes nog een spelletje gaan doen. Ja, het was wel een mooie aflevering, maar er zijn toch altijd wel dingen die ik me dan afvraag, maar dat zullen we wel houden. Ik heb mijn vlog al in elkaar gezet, voor zover dat lukte, dat ging allemaal wel goed. En toen ben ik mijn serie gaan kijken op Netflix, die weer heel spannend eindigde. Ik heb nog 2 afleveringen, dus dat gaat hard. En toen ben ik nog even iets op Videoland gaan kijken met Tina de Bruin en Chantal Jansen. En daarna ben ik lekker naar bed gegaan en mijn boek uitgelezen. Dus ik mag vanavond een nieuw boek starten. Dus eigenlijk verder een prima avond. Het is nu 3 graden. Er wordt heel veel sneeuw verwacht vandaag. Het is hier nu nog droog. Maar als je naar de lucht kijkt, heb ik wel het idee dat er inderdaad wat in zit. Maar we gaan het wel zien. Ik ga straks wel even foto's maken. Dus dat zal ik nog even de fotospullen van laten zien. Maar nu ga ik eerst eventjes Ajax kijken. En ik hoop dat ik nog eventjes iets anders kan vinden. Dat ik in ieder geval Nederlandse praten heb. Want dat Engels vind ik niet zo heel erg fijn. Maar goed, ik kan in ieder geval kijken. Dus nou, dat is eigenlijk voor nu wat ik even wilde mededelen. Ik heb inmiddels een Nederlandse stream gevonden. Dat is fijn, maar ik heb ook de fotospullen. Ik heb hier het Zunglow Eye & Cheek Palette van Catrice die ik ga fotograferen. Ik ben wel heel erg benieuwd. Dan heb ik hier de Marbleicious Lippenbalsem in Candy, Peach en Nude. Ik weet eigenlijk niet of ze ook kleur afgeven, maar dat ga ik wel zien. En ik heb hier de Isle of Extreme Crazy Volume Waterproof Mascara van Essence. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. En ja, dan ga ik zo de tweede helft van de wedstrijd kijken. Tijd voor vakje 4. Ik ga hem even met een handschoentje openmaken. Want ik heb letterlijk zoveel pijn gehad gisteren bij het openmaken. Dus ik ga hem nu even met een handschoentje opendrukken, zodat ik niet weer mijn hele vinger openhaal. Even kijken waar vakje 4 dan zit. Hier zo. Het is een vrij groot vakje. Kijk, dit is hem. Dus ik ga nu even drukken. Zo. Open. En hier zitten van die nagelstickertjes in. Die je er dan op kan plakken en op maat kan veilen. En ook wel hele leuk, want hier zit dan zo'n glitterrandje aan. Dus ja, ook super leuk. Maar in ieder geval is eventjes goed aan te raden om dit open te maken met een handschoentje. Omdat je anders je vingers doet. Maar heel leuk cadeautje ook. Zo, het rundvlees pruttelt, dus ik heb vanavond wel weer heel erg lekker eten. Ik ben er altijd wel dol op. Ik zie ook al lekker wat stukjes vet en dat vind ik gewoon altijd heel lekker. Dus dat ga ik lekker eten straks. Zo, Ajax is net afgelopen. We hebben gewonnen uiteindelijk. Werd op het laatst nog even heel spannend. We stonden op een gegeven moment met 1-0 voor. En dan heb je toch zoiets van, nou probeer je nog even eentje in te krijgen. Want 1-0 was altijd heel weinig. En toen kregen ze er toch nog 2 in. Of nee, sorry, eentje nog erin. Dus toen was het 2-0, maar toen kwam NEC nog met een doelpunt tegen. Maar uiteindelijk hebben we gewonnen dus met 1-2, omdat we uitspeelden. Dus daar ben ik wel heel blij mee. We staan nu weer 8e. Maar dan merk ik meteen, ik had lekker dat Ajax-shirt aan. En die zit zo lekker warm. En dan heb ik gewoon weer mijn vestje aan. En dat zit dan toch iets minder warm, omdat dat Ajax-shirt wel heel lekker warm zit. Ik film inmiddels ook even met mijn telefoon, want het kaartje van mijn camera is vol. Die moet ik vanavond even legen. Ik heb mijn rundvlees opstaan. Dat hebben jullie kunnen zien. En lekker, mijn foto's zijn klaar, dus dat is allemaal fijn. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik moet alleen nog wel even de fotospullen opruimen. Althans, de lampen die laat ik even afkoelen, maar dat is verder prima. Verder lekker lampjes aan. En ik ben heel benieuwd of er nog sneeuw gaat vallen. Want er zijn denk ik al wel delen in Nederland die wit besneeuwd zijn, maar hier is het nog niet, maar dat ga ik vanzelf wel zien. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je het roer om. Dat vind ik altijd leuk om te kijken. Dan heb je de muziekquiz met Gerard Ekdom. Dat hebben ze normaal gesproken altijd echt net voor de kerst. Maar ze beginnen nu al vroeg in december ermee. Dat is gewoon altijd heel leuk om naar te kijken. Ik hou van muziek, dus altijd wel leuk om een beetje mee te kunnen raden. Niet dat hij heel veel weet, want vaak zitten er hele oude nummers bij die ik waarschijnlijk niet eens ken. Maar het is wel leuk. Ik ga daarna nog even een spelletje doen. Ik ga mijn foto's bewerken. Misschien alvast even een deel van de video voor dinsdag in elkaar zetten. Dan ga ik lekker verder met mijn Netflix serie. Heel veel zin in. Ik denk dat ik vanavond begin met de poli. Want dat heb ik opgenomen. Dat was op Nederland 1 geloof ik. Of NPO 1 moet ik zeggen. En ja,
Ik ben wel eens benieuwd naar dat. Dus ik denk dat ik dat even ga kijken. Want verder is er ook niet zo heel erg veel. Dus ga ik dat zien. En dan ga ik lekker aan een nieuw boek beginnen. Dus dat wordt verder de avond. Ik ga Lidl in ieder geval ook gewoon morgen zien. Ik heb weer van die pepernoten op. Ze zijn zo lekker, omdat ze zo lekker vers zijn nu. Want ik ga, nou ja, goed. Ik ga nu in ieder geval verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag. Het is 4 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb de verwarming even een klein tikje gegeven. Het was hier 16 graden en het is gewoon eigenlijk bijna niet te doen. Mijn handen die zijn zo ijskoud, die krijg ik bijna niet meer warm. Dus ik dacht, nou, ik doe hem een heel klein beetje aan. Ik ga zometeen wel aan de schoonmaak, maar nou ja, goed, daar krijg ik het automatisch zelf wel iets warmer van. Maar ik dacht, nou, dan is het voor iedereen wat aangenamer, ook voor de poesjes in huis. Ik heb gisteravond gekeken naar het Roer Om. Best wel een bijzondere aflevering. Het was een vrouw alleen. Die ging dus verhuizen naar Egypte. En ze was echt super enthousiast. En zij begon geen bed and breakfast of hotel of zo. Maar ze wilde daar eigenlijk heel graag aan de gang iets met haar. Ze had van die bepaalde haargels. En dan kon je dus een kleur in je haar krijgen. Dat kon je dan ook uitwassen. En ze had het in eerste instantie allemaal best wel snel voor elkaar. Maar uiteindelijk trok diegene met wie ze zou gaan, waar ze een stoel zou gaan huren, die trok zich toch terug omdat hij het idee had dat er geen vraag was naar de producten. Toen kon ze wel een, gaan werken voor een Nederlands callcenter, maar dan moest ze dus eerst een 3 maandse cursus voor volgen. Nou, toen moest ze naar, weer even 3 maanden ergens anders gaan wonen. Nou, dat was ook weer een krot van een huis. Daar werd ze ook helemaal niet blij van. Maar het wordt vervolgd. Ik ben wel heel erg benieuwd wat ze gaat doen. Of ze uiteindelijk in Egypte gaat blijven. Of dat ze toch terug gaat naar Nederland. Ik zou denken, ga lekker terug naar Nederland. Maar goed, ja, het was haar grote droom. Dus dat gaan we dan volgende week wel zien. Dus maar wel leuk dat er een vervolg op komt. Daarna heb ik de muziekquiz gekeken. Vond ik ook wel leuk. Ik weet natuurlijk niet alles. Sommige dingen weet ik wel. Maar als er echt hele oude liedjes bij zitten, dan zegt het me niks. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn rood. En dat is dus dat lakje van Catrice. Deze uit die kerstcollectie. Met de naam. Ga ik dat kunnen lezen? C03 Land of Sweets. Dus dat is die. Die heb ik aangebracht. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ik heb ook nog even Disney Dreamlight Valley gespeeld. Daar kwam ik nu ook wel iets verder mee. Dat was ook fijn. Ik ben altijd best wel traag op gang komen. Ik ben ook nog niet zo ver. Nathalie is volgens mij al heel ver. Maar goed, alles op zijn tijd. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Daar heb ik vanavond de laatste aflevering van. Dus ik ben wel heel benieuwd. Want er gebeuren best wel wat vreemde dingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. En toen ben ik met de poli begonnen. Ja, ergens ook wel lachwekkend, maar ook best wel grof. Dus nou, het was op zich wel leuk om te kijken. Toen ben ik naar bed gegaan en heb ik een nieuw boek gestart. En toen ben ik ook wel lekker gaan slapen. Ik heb mijn kwasten voor je gewassen. Dat ga ik jullie even laten zien. Dan ga ik hier eventjes een was aan zetten, want dat is heel hard nodig. Want de wasmand die pelt een beetje uit. Dan ga ik lekker de kattenbakken doen, de douche, de gang en alles. Lekker muziekje aan en dan ga ik eens eventjes lekker aan de gang. Dus ik neem jullie dus eventjes mee met het wassen van de kwasten. En het fijne is, ze waren ook al droog, want dat heb ik dus gisteren eventjes gedaan. En ik heb ze onder de verwarming gelegd en ze waren nu droog. Dus dat was wel heel fijn. Dus goed, dat ga ik nu eventjes doen. Tijd voor alweer vakje 4. Ik ga het weer met de handschoen doen, omdat ik anders bang ben dat ik weer mijn vingers zeer doe. Vakje 4, waar zit jij?
Oh, dit is lekker slim. Ik heb gisteren vakje 4 opengemaakt, dus ik moet vandaag vakje 3 doen. Oké, ik heb het omgekeerd. Nou, dan gaan we nu vakje 3 doen. Ik was al een dagje te vroeg. Die zit hier. Nou. Goed. En dan hier. Wacht even hoor, ik ga hem even zo houden, want ik trek het hele ding. Zo, dan kan ik het eruit halen. Hier zitten in blottingpapers. Dus dat zijn gewoon van die papiertjes, zeg maar. Dus ja, ook heel erg leuk. Maar wel een beetje dom dat ik me vandaag had vergist. Maar goed, dan moeten we vanaf nu het gewoon weer even goed gaan doen. Dus dat was die. Zo, alles weer lekker rond. Was is al klaar. De douche is gedaan. De gang is gedaan. Katjes hebben al lekker gegeten. Dus dat was eigenlijk allemaal prima. Ik heb hier een pluis. Ik heb nog een paar pepernootjes gegeten. Want die zijn wel heel lekker. Ik zie ook al dat ik een chipje heb. Dat gaat niet heel fantastisch. Hier ook. Die moet ik even bijwerken. Nou ja, was gewoon eigenlijk allemaal wel prima. Ging allemaal wel van een laaie dakje, dus dat is allemaal goed. Ik heb trouwens nog wel sneeuw gehad gisteravond. Maar het is ook eigenlijk allemaal al wel weer weg. En er zal vandaag nog neerslag komen, maar er is niks gevallen, dus prima. Ik loop heel even nu naar de gang. Want er zit er eentje op de kattenbak en dan gaan ze lopen klieren. Ik ga nu nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik strakjes lekker douchen en eten. Ik moet alleen vanavond even in de douche weer ontstoppen gooien. Want mijn douche is alweer een paar dagen aan het overstromen. Dus dan zet ik hem ervoor vannacht even in, die ontstopper. En dan kan ik hem morgen eventjes doorspoelen met kokend water. Dat is even een beter idee, want anders dan hou ik dit gedoe. Vanavond heb je wel gewoon weer, oh wat goed. Dus dat ga ik kijken. Nou ja, goede tijden gewoon. Ik ga nog even een spelletje doen en dan ga ik... Daarna even de video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. Dan ga ik de allerlaatste aflevering van de Netflix-serie kijken. En ik ben zo benieuwd hoe dit eindigt, want het is zo'n spannende serie. Dan ga ik nog even verder met de poli en dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt het dan ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder eigenlijk niks meer doen. Dan gewoon eventjes lekker in de relax-modus, want daar heb ik gewoon even zin in. Ik heb genoeg gedaan. Ik moet alleen nog even straks wat was in de droger doen. Dat kan zo wel alvast eventjes. En dan hang ik het andere wat niet in de droge kan nog even uit. Dus dat eigenlijk. Dus ik zou bij deze dan in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 5 december. Ik ben klaargemaakt. Het is natuurlijk vandaag Sinterklaas. Ik denk wel dat heel veel mensen het al wel gevierd hebben. Ik denk vandaag nog wel op scholen en zo. Maar de meeste mensen hebben denk ik al het weekend gevierd. Omdat dat vaak met kinderen net iets handiger is. Omdat ze door de week weer naar school te moeten. Ja, dan wil je ze vaak toch een beetje op tijd op bed hebben, denk ik. Maar er zijn misschien nog wel mensen die het gevierd gaan vieren. Hebben jullie Sinterklaas gevierd? Of heb je het al gedaan? Of ga je het vandaag nog doen? Ik heb vanavond nog wat pakjes om uit te pakken. Dus dat ga ik vanavond een beetje doen. Het is allemaal niet zo lekker begonnen. Nu zei de camera dat de accu leeg was. Waar ik niks van begrijp, want ik... had hem gewoon vol, maar misschien heeft de camera per ongeluk aangestaan. Dat zou kunnen. Ja, dan is de accu zo leeg. Ik had een video online gezet en dat zat een beeld dubbel in. Dus die heb ik er net even tussenuit gehaald. Die ben ik opnieuw aan het, heb ik opnieuw geëdit en is nu aan het uploaden. Dus het ging allemaal wat dat betreft niet heel erg lekker. Maar ja, goed. Ik denk ook wel, ja, ik ben ook maar een mens en soms gebeurt het helaas. Ik heb gisteravond gewoon naar goede tijden gekeken. Het eindigde donderdag best wel spannend. En dan was ik alweer eventjes vergeten. Dus was wel weer eventjes zo van, oh ja, dit was er aan de hand. Daarna heb ik wat goed gekeken van de Meilandje. Was ook wel leuk. Toen heb ik nog even een spel gedaan. Toen ben ik de video in elkaar gaan zetten. En heb ik mijn blogpost geschreven. Toen had ik de laatste aflevering van de Netflix-serie. Ja, bijzonder einde. Want je wordt eigenlijk tot het laatst in spanning gehouden wat er nou precies gebeurd is. Dus ja, ik was wel onder de indruk. Goede serie. Ik heb ervan genoten. Daarna heb ik nog even de poli gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan en heb ik mijn boek gelezen. En nu heb ik ijskoude handen, omdat het best wel koud is. Maar ik weet dus niet hoeveel graden het is. Ik ga heel even kijken hoor. Ja,
Het is vandaag 1 graad. Ja, dat is ook wel koud. Nou, ik ga zo eventjes stofzuigen en dan ga ik een video opnemen. Dus ik ga nu gewoon eventjes zorgen dat alles hier weer netjes is. En dan ga ik eventjes zorgen dat de video erop komt. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes de planning. Dan ga ik daarna nog even diamond painten. En ik heb nog een Sinterklaas cadeautje voor mezelf gekocht. Die zal ik straks nog even laten zien. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus het is tijd om even aan de gang te gaan. Ik had voor mezelf natuurlijk nog een Sinterklaas cadeautje gekocht. En ik heb deze gekocht. Daar kan ik dus hoekjes mee maken in kaarten. Dan kun je ze een beetje rond afsnijden. En er zitten dan 3 groottes bij. 4 mm, 10 mm en 7 mm. Dus het leek me wel leuk voor het maken bij de kaartjes. Dat je dan de hoekjes rond kan afsnijden. Dus die heb ik voor mezelf een Sinterklaas gekocht. Inmiddels heb ik de Sinterklaas cadeautjes die ik heb gekregen van mijn moeder en Natie heb ik hier onder de boom gelegd. Dus die ga ik vanavond dan uitpakken. Dus ik dacht, nou, ik leg ze gewoon onder de boom neer. Is wel gezellig, toch? Tijd voor vakje 5. En nu moet ik het natuurlijk goed doen. Waar ik de bakel van gisteren. En die zit hier. Langwerpig vakje. Even inzoomen hoor. Gebeurt niet echt wat, lijkt het. Zal ik al ingezoomd of zo? Nou, ik weet het ook niet. In ieder geval, hij zit hier. Dus ik ga hem openmaken. Die gaan we weer. Okay. Hij was ook verschoven. En hier zit, ja, ga ik die eruit krijgen. Als ik nou mijn vuurste in ga, dan weet ik wat er gaat gebeuren namelijk. Een nagelveldje zit hierin. Dus dat is ook alweer super leuk. Dus dat was cadeautje 5 alweer. Nou, ik heb alles wel klaargekregen. Ik ben over de video echt alles behalve tevreden. Want het ging niet zoals ik het wilde. Maar ja, goed. Ik denk, ik ga hem wel gewoon online zetten. Want ja, er horen ook video's bij die niet helemaal goed gaan. Ja, ik wilde een kaartje maken en dat ging niet helemaal. Dan moest ik het uiteindelijk weer met plakband doen, wat er natuurlijk niet uitziet. Dus nee, dat lijmen, dat was niet helemaal handig, maar goed. Ik heb in ieder geval dat klaar. Ik heb nog eventjes diamond painting gedaan. Ik zie hier zelfs nog een embossing folder. Die is eruit gevallen. Die moet nog even terug naar boven, maar dat doe ik morgen wel eventjes. Die leg ik wel even op de slaapkamer weg. Dus nee, het ging even allemaal niet zoals ik wilde. En daar baal ik dan een beetje van. Maar goed, dat is ook een beetje hoe het is soms. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik ga vanavond dus een klein beetje pakjesavond vieren met de gekregen cadeautjes die ik dan heb gekregen. Dat ga ik wel vloggen, maar dat laat ik jullie in de volgende vlog zien. Dat laat ik dan, die beelden laat ik op woensdag zien. Deze vlog is alweer vrij lang geworden. En ja, dan laat ik dat gewoon op woensdag zien hoe ik mijn pakjesavond een beetje heb beleefd, zeg maar. Nou, ik ga vanavond gewoon goede tijden kijken. En ook weer Ewout, politie Rotterdam, ook altijd wel weer spannend. Ik ga daarna nog even een spelletje doen. En dan ga ik de vlog afmaken en eventjes wat foto's bewerken. Dan ga ik verder met Virgin weer voor, want de nieuwe afleveringen staan online. En dan ga ik daarna nog even de poli kijken. En dan ga ik lekker mijn boek verder lezen in bed. Dus dat wordt het dan ook. Ja, ik ga bij deze dan ook gewoon de vlog afsluiten, want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker in de relax-modus, eventjes een beetje verwerken dat alles niet helemaal ging zoals ik het in mijn hoofd had en dat ik er daar dan een beetje van baal, maar dat komt wel weer goed. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button.
En daarnaast staat ook een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!